Waarde medewerkers in de zorg. Wat ben ik toch ongelooflijk trots en wat ben ik ongelooflijk blij met jullie inzet de afgelopen periode. Nederland heeft jullie keihard nodig gehad. En weet je, jullie hebben laten zien dat jullie kanjers zijn. Wat had Nederland de afgelopen periode zonder jullie aangekund? Al die zorgen die we hebben over zieke mensen, kwetsbare ouderen, mensen die verzorgd moeten worden, mensen die op allerlei manieren ondersteund moeten worden om het leven te leven zoals dat bedoeld is, zonder al te veel ongemak. Jullie hebben daar een cruciale rol in gespeeld de afgelopen periode. Ik ben 60 jaar en ik heb het gemerkt om mijn ouders, die ver in de 80 zijn en die ook op jullie collega's aangewezen zijn. Dus het is niet alleen een verhaal van een burgemeester of van een voorzitter van een veiligheidsregio, maar ook van een kind, van ouders die elke dag verzorgers over de vloer krijgen. Wat zijn jullie toch kanjers? Ik wil jullie ongelooflijk hartelijk dank zeggen. Namens de stad, namens het gemeentebestuur, namens alle Rotterdammers. Dat we jullie echt op handen dragen. Dat we trots en blij zijn met jullie. Dat al die salarissen die we aan jullie uitbetalen in het niets valt bij de aandacht, die glimlach, die handjes die al die personen in de afgelopen jaren hebben verzorgd. Heel graag had ik jullie op z'n Hollands 3 keer een zoen gegeven. En heel graag had ik jullie een knuffel willen geven. Maar dat mag niet. En fysiek kan het ook niet, want u bent daar en ik ben hier. En daarom dit hele mooie gebaar.